Ah, Poppy en If It Bleeds. En bloeden doet het hoor. Ja. Mijn oren gaan zometeen nog meer bloeden. Ik wou net zeggen, als we nog geen bruggetjes maken. Want wat gaat er gebeuren? We gaan naar de Grabbelton. En daar hebben we normaal gesproken een hele leuke tune voor. Ja. Maar nu even niet. Mikkel heeft aangeboden dit live te gaan spelen en zingen. Omdat Meert een gitaar bij zich had. Ja, waarom heb jij eigenlijk een gitaar meegenomen? Dat weet jij. Dat heb ik straks verteld. Ja, maar niet op de radio natuurlijk. Nou, ik heb een gitaar bij. Omdat ik als activiteitenbegeleider werk op een begeleid woninggroep. En daar doe ik dan elk weekend gitaar spelen. Oh ja, nou, en daar kwam ik vandaan. Dus. Dan is het helemaal jouw ding dat je mij nu gitaar... Ja. Wat een mooie gitaar trouwens. Dank je wel. Allemaal mooie allereerste. Bloemetjes op. Ja, het zat allemaal bloemetjes en zo. Ja. Voor de mensen die luisteren. Mikkel, schraap je keel. Ja, haal alles eruit wat erin zit. Even een slokje bier hoor. Doe het een beetje in poppiestijl. Zet thuis alvast het geluid zachter. Dames en heren, brace yourself. Hier komt de Grabbelton. Grabbelton, Grabbelton, wat zit er in de Grabbelton? Rood, groen, geel of grappig? Doe het deurtje langzaam open en dan maken wij weer eventjes een babbel. Bij de Grabbel, 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 Grabbelton. Hoe was het? Het was prachtig. Ze heeft nou, ook een heel klein cadeautje. Ja. Jij hebt een cadeautje. Wat zit er op? Wat voor papier is het? Heel mooi Disney prinsessenpapier. Oh. Heb jij ingepakt zeker? Nee, dat heb ik gedaan. Oh. Nee. Oh. Nou, wat zit erin? Ik heb mijn tranen alweer een beetje weggeveegd. Wauw. Dit is wel prachtig. Wat is het? Een Rubik's Cube. Nou, heb ik even geluk. Wauw. Het is wel tijd voor Miguel's space tip, maar die duurt maar 5 minuten. Jezus. Wat gaan we tegen Andy zeggen? Gaan we gewoon niks zeggen en dan doen we gewoon alsof er niks aan de hand is? Weet je wat? Als we het al... Nou, laten we dat zo doen. Ik vond het zo leuk net. Als we dan toch een tijd over hebben, doe het gewoon nog een keer. Ga je nog een keer zingen en spelen, ga nog een keer naar de Grabbelton toe. Nou, dat is leuk. Waarom niet? Oh, nog een keer naar de Grabbelton? Waarom niet? Ja, doen. Gaan we weer. Maar nu willen we een variatie op wat je net hebt gedaan, hè? Dus ja, nu moet het nog spectaculairder. Met adlibs en... Oké. De K3-versie. Net als het een beetje de Rammstein-versie, zo klonk het. Ja. Ja, toch? Ja. Dan mag het K3. Een paar tijfjes hoger. Okay. Komt-ie. Grabbelton, Grabbelton, wat zit er in de Grabbelton? Rood, groen, geel of grappig? Doe het deurtje langzaam open en dan maken wij weer eventjes een babbel. Bij de Grabbel, 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 Grabbelton! Zo'n beetje uit een hoogte. Ik word toch een beetje triest van, moet ik zeggen. Hè? Ik word er toch een beetje triest van deze versie. Een beetje eng is het eigenlijk. Beetje eng is het. Jammer. Jij hebt weer een cadeautje. Ja, nou, alweer. Oh, waar heb ik er 2 aan verdiend eigenlijk? Aan het feit dat we tijd over hebben. Oh, dat is het. Strijkkraan. Wow. Nou, dan heb je naast... Ik ben echt weer op de begeleid woninggroep hoor, met mijn strijkkraal en mijn Rubik's Cube. Het is wel toepasselijk, want dan heb je naast de gitaar ook een strijkinstrument. Nou, jeetje. Jezus. Wat mooi. Gaan we gewoon maar eventjes naar Miguel's space tip dan? Ja. Zullen we het maar gewoon doen? Dat is denk ik voor de luisteraar ook maar veel. Ik vond dit al space tip genoeg. Oké, nou, een nieuwe trekking van Ilke Klein, Nathan Nicholson, Taking Flight. Tot volgende week, zullen we dat maar zeggen. Oh, je hebt me mooi gestart. Mag ik nog even kort overheen praten? Ja hoor. Oh, jezus. Nou, wat spontaan. Doe maar weer zo. Ik wil nog even heel kort terugkomen op het feit dat we dus over 2 weken een extra lange uitzending hebben. Van 6 uur 's avonds tot middernacht, 12 uur, 6 uur lang een uitzending. Omdat we 5 jaar bestaan. Wij gaan hele leuke dingen bedenken voor die uitzending. Maar heb je nou als luisteraar ook nog leuke input? Laat het ons vooral weten via Instagram. Stuur even een DM naar Him for the Weekend 2020. Dan gaan wij de op- en top verjaardaguitzending voor jou maken. Oeh, ik heb er nu al zin in. Gaan we nu wel even naar Miguel's Space Tip. Ja, doei. Miguel's Space Tip.